Het is vandaag 7 oktober en pro-Palestina demonstranten blokkeren het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. Ja, wij vinden dat de banden verbroken moeten worden met de Israëlische instituten. Want je kunt niet samenwerken met handlangers van genocide en deze andere misdaden tegen de menselijkheid. We zijn er inmiddels een jaar verder, meerdere gesprekken gevoerd, het bestuur wil niet luisteren. Ja, dan moeten we het maar op deze manier doen. Er komen geen studenten, hier zit het universiteitsbestuur en daar is ons bericht aan gericht en daarom hebben we het gebouw vandaag gesloten. We willen hier gewoon blijven zitten om een statement te maken en te zorgen dat ze in ieder geval vandaag niet aan het werk kunnen of van huis uit moeten werken. Dit is gewoon 's ochtends uitgevoerd voordat het gebouw open ging. Stel voor jullie willen ooit weer van elkaar loskomen. Moet dan een betonschaar komen of zo? Ja, dan zou de technische politie ons door midden moeten zagen. En het is vandaag een jaar geleden dat de aanslagen in Israël door Hamas zijn gepleegd. Voor 7 oktober was er ook 6 oktober. En voor na 7 oktober was er ook 8 oktober. En op 7 oktober is het niet zo dat dat er ineens wel, zeg maar, naar de Palestijnen wordt omgekeken. Wij moeten juist elke dag opkomen voor de Palestijnen. Ja, wij zeggen dit is en een datum waarop we het Palestijns verzet markeren. Maar ook een jaar genocide. Ik snap dat mensen aan 7 oktober denken, maar er gebeurt ook een genocide nu. Ja. En de prioriteit is om die nu en zo snel mogelijk te stoppen. Nee. Maar ja, zijn jullie wel bang dat jullie zometeen ontruimd worden, toch? Ja, als we kijken naar hoe Anton Pijpers en zijn crew de vorige keer heeft gehandeld, ja, dan is die kans heel groot. Ja. Maar ja, ook aan Anton Pijpers, we komen terug. Elke keer dat hij ons met geweld zal laten ontruimen, of dat vandaag ook weer gaat gebeuren of niet. Ja, we komen echt alleen maar met meer terug.